En gezweet. Ik lijk nu gewoon bruin qua haarkleur. Mijn wekker die stond 8:15 en om 9:00 ging ik sporten. Dus dat heb ik nu al afgevinkt van mijn lijstje. Het is nu 10:00. En ik ga nu even douchen. Ik moet mijn haar nu ook even wassen. Want ja, ik heb echt heel erg gezweet. En ik ga nog eerst even snel bezig voor een herkansing. Want die moet ik morgen inleveren. Ik heb 1 herkansing dit afgelopen jaar gehad. En dat is dus deze. En een beetje jammer. Maar goed, voor de rest hadden we alles wel gehad. Dus dat is fijn. Dus dat ga ik nu even doen. Dan ga ik douchen. Klaarmaken. En dan neem ik jullie gezellig mee in mijn dag. Want ik ga vanmiddag lekker lunchen. En ik heb nog wat pakketjes gekregen. Dus die wil ik nog unboxen. Dus ja. En ik moet weer een beetje mijn routine opbouwen. Want voor mij begint over een klein beetje school weer. Dus ik dacht, ik neem jullie gezellig mee daarin. Dus leuk dat je kijkt. Heb je zin in deze vlog? Doe dan even dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan gaan we snel beginnen met deze vlog. Oké, ik ga nu eerst even snel mijn herkansing afmaken. Want ik hoef echt nog maar, nou ja, eigenlijk niks meer te doen. Gewoon even overheen lezen en dan stuur ik het op. En dan ga ik lekker douchen. Om te sporten gelijk als ik eigenlijk wakker word. Want dan heb ik het gewoon lekker gedaan. En dan heb ik ook geen excuses. Of dan kan ik geen excuses maken. Wat zit mijn haar trouwens ook lelijk. Dat ik aan het eind van de dag geen zin heb. Dus ik ga nu douchen. Ik ben klaar. Daarna ga ik mijn bed opmaken. Daarvoor heb ik trouwens ook nog een leuk pakketje gekregen. Dus daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. En ja, ik ga dus ook gauw binnenkort mijn kamer decoreren met herfst. Nou, dit heb ik echt even snel erin gepleurd. Want ik heb de rest allemaal hier. Maar ja, dat paste niet. Dus ik dacht, ik doe het even snel in de vaas. Maar dat ga ik nog helemaal leuk decoreren. Maar daar ga ik nog een video over maken. Maar hoe schattig het is van de Action. En ik heb dus deze van de Action gehad. De Pumpkin Spice. Zo'n geurzakje. En die had ik in mijn auto gelegd. Maar hij ruikt dus helemaal niet zo sterk. Dus wat ik nu ga doen. Ik heb zo'n geurolie. Even pakken. En die komt ook van de Action. Dit is ook Pumpkin Spice. Normaal heb ik altijd die van Geurwolkje. Want daarvan weet ik zeker dat die 100% natuurlijk, zeg maar, zijn. Maar ja, Pumpkin Spice. Hallo, leuk. En dit is ook de geur Pumpkin Spice. Dus ik dacht, wat nou als ik er wat druppeltjes opdruppel. Misschien dat het dan wat sterker wordt. Ik kan eventueel het zakje openmaken. Maar dat lijkt me niet helemaal de bedoeling van het zakje. Dus ja, dit is toch papier. Dat trekt er wel in. En dan ruikt het misschien wat sterker. En dan leg ik hem daarna weer terug in mijn auto. Maar echt mega leuk. Als je trouwens die video wil zien, dat is op het kanaal van Action. Daar heb ik een herfstshoplog gedaan met 15 items onder de 3 euro. En daarvan heb ik dus nog meer geweldige geurzakjes. Kijk deze geuren. Pinewood en Winter Frost. Echt niet normaal. Echt hele leuke dingen. Ik kan niet alles laten zien. Dus check de video. Anders zou ik hem wel in de beschrijving linken. Ik ga nu echt douchen. Zo, ik heb lekker gedoucht. Het is tijd om me nu op te maken. Dat ga ik lekker doen. Ik heb dus, ik weet niet of je het kan zien, echt een gigantische pukkel op mijn borst. Ik heb echt nog nooit een pukkel op mijn borst gehad. En de afgelopen tijd had ik ook onzuiverheden op mijn wangen. En ook op mijn kin. Dus ik dacht toen, wat is dit? Maar ik ben erachter gekomen, denk ik. Want ik gebruik dus deze van Douglas. Van iets donkere drops die je door je foundation kan doen. Ik had afgelopen weekend, ik gebruikte dus door mijn foundation heen omdat mijn foundation veel te wit is.
Ik gebruik of deze van L'Oreal of van Estée Lauder. Maar Estée Lauder krijg ik echt een hele droge huid van. Dus die wil ik even opmaken zodat ik hem niet weer ga kopen, zeg maar. Maar hij was best wel duur. Dus ik wil hem wel opmaken. Maar ik gebruik dus deze drops er doorheen zodat ik hem iets donkerder kan maken. Want ja, ik ben wel bleek, maar niet zo bleek. En die had ik dus afgelopen weekend ook op mijn borst gesmeerd dit. Want ik dacht, nou, dat is wel mooi, een beetje bruin. Eindstand dit en dit. Dus ik weet gewoon bijna zeker dat het van dit product is. Dus deze ga ik ook niet meer gebruiken. Ik weet dat deze van L'Oreal bijna op is, dus die ga ik nu lekker opmaken. En dan ga ik weer terug naar mijn geliefde foundation van Kiko. Die vond ik zo fijn. De Kiko Milano. En dan volgens mij had ik de 01 altijd. Maar dan ga ik gewoon een 02 doen. Dus dat is de planning. Ik ga hem lekker opmaken. Ik smeer ook even wat pseudocreme hierop. Want dit is echt niet normaal. Even mijn bril schoon te maken. Ik heb het trouwens klaargemaakt. En ik zou zo ook even mijn outfitje laten zien. Maar ik ga dus nu even mijn bril schoonmaken. Want dat doe ik dus de laatste tijd met Dreft. En dat werkt echt heel goed. Alleen waar ik dus bang voor ben, is dat die pootjes gaan verkleuren. Net zoals een ring. Zeg maar, als je dat omdoet en je gaat heel vaak je handen wassen of zo, dan verkleurt dat ook heel gauw. Dus ik wil niet dat het gaat verkleuren. Dus dat is een beetje een struggle. Ik weet niet of dat kan met Dreft, maar lauw water. Zo, en de bril is weer schoon. Dat is fijn. Ik ga nu mijn bed even helemaal, hoe noem je dat, schoonmaken in de was. Doen even een nieuw dekbed zetten en zo eromheen. Want dat moet ook weer gebeuren. En daarvoor heb ik ook een heel leuk pakketje ontvangen. Dus daar ga ik even naar kijken nu. En ik ga jullie laat zien wat dat is. Oké, dit is dus mijn bed op dit moment. Het is echt een beetje een bende natuurlijk. Maar het moet ook gewoon weer even in de was. En ik vind dat wel chill als ik gewoon weer straks naar school ga. Dat ik gewoon alles fris en fruitig heb. Ik ga ook nog een hele schoonmaak doen in mijn kamer. Maar goed, ik wilde eerst nog even mijn outfitje laten zien wat ik vandaag aandoen. Ik ga eigenlijk niks bijzonders doen. Ik ga dus alleen lunchen straks. Maar hè, ik dacht we kleden ons even weer een beetje leuk aan of zo. Ik draag deze blazer van Naked. Hemdje is volgens mij van Chiquelle. Zo'n topje. Deze broek is van Colorful Rebel. En deze laarzen zijn ook van Naked. Die vond ik wel leuker zo onder. Oké, dit is Before. Lily Silk die verkoopt namelijk allemaal satijnen of satijn zijde producten. Van die zachte kussenslopen, pyjama's, blouses, beddengoed, echt van alles. En ik heb dus ook het een en ander uitgekozen. Maar ze zeggen dus dat dat satijn of dat zijde, dat dat heel goed is voor, dat het allemaal voordelen heeft. Ik heb er wel eens vaker van gehoord, maar dat het dus, omdat het zo goed ademt, dat je er minder puistjes van krijgt. Dat je minder snel rimpeltjes krijgt.
omdat het zo'n stofje is wat goed ademt. En het ziet er natuurlijk ook gewoon heel mooi uit. Dus ik ben ook wel benieuwd of dat misschien bij mij helpt voor mijn huid. Geen idee. Ik ben heel benieuwd. Ik ga hem even openmaken. Ik pak eerst even een schaar. Kijk hoe mooi die doosjes zijn waar het in komt. Oeh, dit voelt zacht. Dit is echt niet normaal. Oh. Ik heb dus gekozen voor wit. Ja, dit is echt niet normaal. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar dit is dus van dat zijde, satijnachtig. En het is zo zacht en zo mooi. Dit is dus de kussenslow. Kan ik die ook wel gelijk omdoen. Wat is dit nou? For every day and forever more. Oh, dit is een tasje. Wat grappig. Heel leuk. Ook van dat stofje. Het is echt zo zacht. Echt een hele mooie kwaliteit. Ik ga het zo alleen even strijken. Ik ga even trouwens opzoeken of je het wel mag strijken. Maar dan is het gewoon lekker kreukelvrij. Ze hebben dus niet alleen, dit ziet er raar uit, niet alleen voor je bed allemaal dingen, maar ook dingen wat je kan dragen. En zo ook deze sport BH of gewoon BH, hoe jij het wil dragen. Hier zitten ook patches in, maar ik denk dat ik gewoon extra er wat bij heb gekregen of zo. Maar dit is ook naadloos, dus dit zit denk ik zo chill. Dus ja, dit is natuurlijk ook gewoon fijn om lekker in te chillen. Dus die is ook lekker zacht. Ik heb dit allemaal in een maatje S. Hier staat ook op wat het allemaal een beetje doet en waar het fijn voor is. En dan heb ik hier nog, echt in die prachtige doos, een pyjama. En die is zo mooi. Kijk nou, in een bordeaux van dat satijnen silkachtig stofje. En de blouse. Hoe leuk is dit? Het is zo mooi. Dus ja, daar ben ik echt heel blij mee. Maar die kwaliteit is ook echt... Het ziet er zo mooi uit. Het is zo zacht. Ik denk dat je hier echt heerlijk in kan slapen. En dit is de blouse. Ja, met die pyjama ben ik ook heel erg blij. Dus ik ga nu lekker mijn bed opmaken. Oké, ik heb het sporttopje aan. Maar het zit echt niet normaal lekker. Omdat het eigenlijk naadloos is. Dus... Het zit gewoon echt zo super zacht. Het is echt heerlijk met een joggingsbroek of zo eronder. Ik denk dat ik dat nu zo ook aan ga doen. En dit is trouwens het pyjama broekje. Ik doe even het blouseje erboven. Ik weet niet of het dus te zien is op beeld. Maar het stofje is zo ontzettend zacht. Het is echt heerlijk. En het knelt dus daarom totaal niet. Dus ook fijn voor het sporten. Maar ook zeker fijn om gewoon lekker in te chillen. Wat ik ga doen met een joggingsbroek eronder. Ik zou Lily Silk de producten in de beschrijving zetten. Want het ziet er echt heel goed uit. En ik ben echt heel erg benieuwd of het gaat helpen bij mijn huidprobleem. En ik denk dat het ook gewoon heel fijn slaat. Omdat het zo zacht is. Zo, ik heb de sloop op mijn kussen gedaan. Het ziet echt heel lekker zacht uit. Ziet ook wel heel luxe uit of zo. Uiteindelijk heb ik er één gekregen. Dus mijn andere kussen heeft niet zo'n sloop. Maar ik heb al bedacht, als ik het fijn vind, dan bestel ik hem zelf nog bij. Dus ja, ik vind het echt heel mooi. Ik ga nu even die kussens er nog zo voor leggen. En dan is mijn bedje weer lekker schoon en opgemaakt. Nou, mijn bed is helemaal klaar. Ik vind het echt lekker frisser uitzien. Ik vind wit sowieso wel echt heel mooi eruit zien. Dus ik heb al bedacht dat ik vandaag een nieuw wit dekbed wil kopen. En... of vandaag gauw. En een nieuwe witte slopen, zeg maar, voor mijn matras. Want dat heb ik niet. Maar kijk, nu kun je ook heel goed het verschil zien. Dit is satijn en dat is gewoon katoen. En dit ziet er echt wel wat gladder en lekkerder uit of zo. Dus ik ben hier heel blij mee. Mijn oma had dit ook altijd, van dat silk spul om haar bed heen. Dat is deze. Ik ga die uiteraard nog wel eerst wassen. Maar het ziet in ieder geval zo uit. Heel mooi. Ik had afgelopen weekend mijn verjaardag gevierd. Dus de roze vlaggetjes die hangen nog steeds. Dan moet ik eigenlijk nog even opruimen. Ik had dus de open haard aan. En toen had ik marshmallows met biscuitjes. En er is echt vet veel over. Maar het was zo lekker en leuk. Mijn biscuitjes is echt my guilty pleasure. Het is echt niet normaal. Vroeger nam ik dat dus altijd met thee. Dus ik heb even een kopje thee. Niet zoveel, want ik moet eigenlijk zo weg. Want ik ga dus lunchen. Maar ik heb alleen nog maar scrambled egg gegeten vanochtend. Dus helemaal niet veel. En ik met mijn lage bloeddruk moet wel normaal eten. Maar anders dan val ik gewoon flauw. Zo lekker om in de thee te dippen. Ik ga er nu zo vandoor. Lekker lunchen met Lisa. Want officieel heb ik nog vakantie. Over precies een week moet ik naar school. Als jullie dit zien, moet ik morgen naar school. Er geen zin in. Maar ja, ik ga naar het derde jaar trouwens nu van het HBO. En ik ben heel benieuwd. Want ik ga een minor doen. En de minor heet advertising. En ik hoop dat ik hem leuk vind.
Dus we gaan het allemaal zien. Ik zit in de auto, lekker donker hier, maar dat komt omdat ik op de oprit sta. Ik ga dus nu lekker douchen, wou ik zeggen. Lunchen met Lisa, gewoon spontaan. Want ik heb officieel nog vakantie, dus dan neem ik het er gewoon lekker van. En, oh mijn god, de deur heb ik nog openstaan. Shit. Oh, zo. En ik ga denk ik ook nog even bij de Vibra kijken. Want volgens mij heb je bij de Vibra dus van die hoeslaaks en zo vet goedkoop. Dus altijd chill. Dus dan kan ik even een witte dekbed overtrekken en zo halen. Dus ik ga nu snel lekker lunchen. Echt zin in. Ik ben er. Vloog er dus een wesp hier naar binnen. Nou, dan baal je, want je kan niet wegrijden of wegrennen uit de auto. Maar je bent aan het rijden, dus ja, wat doe je dan? Je kan ook niet echt ontwijken. Maar ik ben echt bang voor wespen, dus ik schrok me kapot, want ik had het raam open. Ik ben trouwens ook vergeten een parfum op te doen, dus ik doe het nu. Ik heb zo'n ding met mini parfum in mijn auto liggen. Nou, ik ga bij Lisa achter op de Sita. Even een toertje doen. En ik heb dus heel spontaan een derde gaatje erin geschoten. Ik had al een derde gaatje, maar die is dichtgegroeid. Maar het is dus zilver. Echt super dom. Dus ja, wij gaan nu een stukje toeren. Zo, en ik ben alweer thuis. Het was echt mega gezellig. We hebben dus nog even een stukje getoerd op de Sita van Lisa. En daar heb ik nog nooit op gezeten, dus dat was wel echt heel grappig. Ik ben helemaal buiten adem, maar zoals ik al zei, heb ik dus spontaan mijn derde gaatje bij laten schieten. Want ik heb drie gaatjes, aan deze kant ook. En aan deze kant had ik dat normaal gesproken ook. Maar die was toen dichtgegroeid. Dus nu heb ik hem weer bij laten schieten, maar echt dom. Want ze schoot hem in en toen zei die vrouw, draag je eigenlijk geen goud, want je hebt alleen maar goud in. Toen dacht ik echt, oh ja, oeps. Dus ja, er zit zilver in, maar dat mag over 4 weken er toch weer uit. Want dit zijn gewoon van die schietknopjes. En dan doe ik gewoon mijn eigen oorbellen in. Dus een beetje dom, maar oké. Okay. Ik had dus nog even bij Kruidvat zo'n lipscrub gehaald. Want ik heb de laatste tijd echt hele droge lippen. Ik weet niet of het ook te zien is. Hoeveel ik ook smeer, ik heb gewoon echt mega droge lippen. Zo, volgens mij zit deze al heel lang in de winkel, want er zit allemaal stof op. Maar ja, dit is gewoon zo'n lipscrubje en ik denk dat dat wel chill is. Oeh, het ruikt heel zoet, heel lekker. Dus die ga ik denk ik vanavond even gebruiken. Heel benieuwd hoe dit werkt. Moet je daar nog water bij doen of zo? Oh hier, breng op de lippen met schone vingers en masseer in. Daarna zachtjes verwijderen met een tissue. Nee, niet met water dus. Oh ja, ik had nog een pakketje binnengekregen van Chiquelle. Dus ik dacht, laat ik die ook even unboxen, want daar zitten echt best wel wat lekkere sweaters bij. En ik dacht, dat is wel heel fijn voor nu, voor ja, herfst. Want dat komt er al een beetje aan. Lisa had nog een trui van mij geleend laatst. En dit is toevallig ook een sweater van Chiquelle. Dus echt mijn lievelings. Bij Chiquelle heb ik altijd een kortingscode. En dat is Floor20. En dan krijg je 20% korting op je aankoop. Dus ik zal het wel even in de beschrijving linken. Alle items die ik nu laat zien. Maar ik heb dus als allereerst deze gehad. En ik zag dit dus voor me met de laarzen die ik vandaag aan had. Die lange, zwarte, hoge laarzen. Dit is namelijk zo'n echt zo'n grote sweater in het wit met een capuchon. Dus eigenlijk een hoodie. Maar ja, dit vind ik gewoon echt heel chill. En dan hoop ik dat hij lang genoeg is. Ik denk het niet. En anders kan ik er gewoon een zwart broekje of zo onder doen. Zo'n kort broekje. Heerlijke chill trui. Dus die heb ik gehad. Volgens mij in een maatje M. Ja, maatje M, zodat hij wat groter is. Dan heb ik dus nog deze gehad. Want deze heb ik al in het wit, maar nu dus ook in het zwart. Want hij is gewoon echt mega fijn en zacht. Dit is deze. Dit is gewoon zo'n sweater. En er staat op Malibu in het zwart met rood. Dit is een maatje S. Dan heb ik nog een topje gehad. Dit topje, die wou ik echt heel graag hebben. Want dit is gewoon zo'n standaard topje. Is altijd goed met een avondje uit of zo. Dat is deze. Met zo'n één schouder, zeg maar. Super basic, maar de topjes van Chiquelle zijn echt wel heel fijn en ook best wel stretch. Deze heb ik in een maatje, geen idee, staat er niet op. Ik denk een S en dan is een one size. En dan als laatst heb ik dit jurkje, die leek me ook nog wel leuk. In een babyblauw. En dan is het dus zo'n, ja, soort zo'n topje heb ik eigenlijk al. Met van die pofmoutjes, maar dan heeft hij dus hier dat gedrapeerde effect. Deze heb ik in een maatje S, dus dat zijn de items van Chiquelle. Ik heb me even lekker omgekleed in dit pyjama topje en joggingsbroekje. En ik ga nu lekker mijn make-up eraf halen. En daarvoor gebruik ik dus, even kijken,
gewoon micellair water. Maar ik ga dus gelijk even deze lip scrub uitproberen. Dus ik zal wel ook gelijk laten weten of ik hem fijn vind. Maar eerst even mijn make-up eraf halen. Trouwens, ik heb nog herbruikbare watjes. Ik ga dat gelijk even testen. Moet ik daar wel van het spul doen of is dat alleen met water? Lijkt me toch wel met spul. Nou, werkt prima. Ik weet niet of die alles eraf haalt. Hij is wel wat stroever namelijk. Het wordt minder glad of zo. Ik heb ook niet het gevoel dat hij heel vies wordt. Als in, kijk dit verschil. Ik weet het niet. Het voelt op zich wel prima. Oké, dan ga ik nu die lip scrub gebruiken. En er staat bij dat ik het dus niet eens... Om de lippen te zetten. Er staat bij dat ik het niet eens hoef nat te maken of zo. Dus... Ik zal nu wel een hele rode mond hebben. Het is wel heel... Heel mild, maar heel zacht. Echt heel lekker. Oh, ik vind dit wel top. Het voelt echt heel lekker aan. Nou, ik ga nu lekker eten. En dan komt vanavond Sander. En voor de rest gaan we lekker niks doen. Gewoon een beetje chillen. Serie kijken of zo. Geen idee. Ik had dus op Instagram gevraagd hoe jij het zou indelen als je mijn kast had. Mijn kast zat natuurlijk op de gang. Dus ik kan geen grotere kast. Want in mijn kamer past het al niet. Maar ik heb dus daar mijn winterkleding. Maar ik heb al heel veel winterkleding ook hier liggen. Nieuwe winterkleding. Dit is eigenlijk allemaal nieuw. Ik heb trouwens de hik. Dus mocht je dat horen, dat is de hik. Ik ga dus gouden winterkleding in mijn kast doen. En de zomerkleding daarbovenop. En daar ga ik ook een video over filmen. Maar ik had dus gevraagd hoe jullie het zouden doen. En mocht je me nog niet volgen op Instagram. Mijn Instagram is @floordelver. En daarom vraag ik wel eens in zo'n vraagsticker wat. Maar ik denk dus dat ik eruit ben dat ik hier mijn wintertrui ga doen. Ik heb trouwens die boobtape van Litchi. Vind ik niet heel chill. Hier ga ik denk ik dus mijn jurkjes en zo allemaal doen. Want truien mag je dus niet uithangen. Want het gaat lubberen. Dus hier truien, hier jurkjes, shirtjes, jasjes. Eigenlijk alles wat je kan hangen. Dan wil ik daaronder eigenlijk zo'n opbergding halen. Waardoor ik meer opbergruimte heb. En dan kan ik daar nog dingen kwijt. En dan hier gewoon joggingbroeken, broeken, sportkleding, dat soort dingen. Ik heb echt heel erg de hik. Dat bedoel ik. Maar dat ga ik dus gauw filmen. De kledingkast opruim video. En dan dat ik het switch van zomerkleding naar herfst- en winterkleding. Maar dat komt in een aparte video. Ik heb dus helemaal zin om mijn kamer helemaal herfstproef te maken. Maar daarvoor moet ik eerst nog wat herfstdingetjes halen. En dat wil ik allemaal filmen. Maar dat ga ik binnenkort doen. Maar ik ging dus even in mijn fall bucketlist kijken. Want ik heb een herfst bucketlist gemaakt. Dat vind ik echt mega leuk. Ik zal hem even laten zien. Dus screenshot dit als jij dat ook wil. Deze heb ik zelf gemaakt. En ik heb mijn allereerste afgevinkt. Wacht, kan ik dat laten zien? Oh, hij is niet meer afgevinkt. Net nog wel. Deze! Autogeurzakjes in een herfstgeur. En die heb ik dus bij de Action gekocht. Mijn allereerste is afgetikt. Eigenlijk ook een boswandeling. Want ik heb laatst al een boswandeling gedaan. Maar die laat ik voor nu nog wel even instaan.